in de serie over de loop der jaren krijg je de nodige reacties. Maar hoe zorg je dat de serie goed aangesloten blijft bij wat de praktijk nodig heeft? Ja, ik vind dus twee dingen. De aansluiting bij de lagere rechtspraak vind ik heel belangrijk. Ook omdat ik dat hoor in de markt. En in de markt voor mij is, je wordt dus uitgenodigd voor een lezing of je komt bij elkaar bij een jaarvergadering en dit en dat en zo en zo. Dat vind ik een belangrijk punt. Ten tweede, ik ben het voor de serie in de vijfde druk of in de vierde druk. Die begon, zeg maar een jaar 5, 6 terug. En mee begonnen, als ik een deel bijna klaar had, dan zet ik op mijn eigen blog zet ik een soort ontwerptekst. En dat ging op mijn blog en op LinkedIn. En bij elkaar heb ik geloof nu dik 1000, of nee, hoe is het, 3000 of zoiets. Alle lezers, 80% is buitenland. Maar er zitten in ieder geval een club Nederlanders, juristen, die dat lezen. En die kunnen daarop reageren. Iemand zegt, oh, een leuk stuk, door, koffie, praktijk, telefoon gaat enzovoort. Maar gemiddeld 2, 3, 4 zinvolle antwoorden of verwijzingen of mag ik u daar nog op wijzen, heb ik altijd gekregen. Bijvoorbeeld over het innemen van een paspoort. Een rechter die schreef, ja, maar dat in de praktijk gebeurde, beschreef het helemaal hoe dat gaat. Daar is nergens wetgeving over. Dat is ook geen. Dus het was een hartstikke zinvolle aanvulling voor een lezer. Dat is het, iemand die wordt gegijzeld of zijn paswoord wordt ingenomen als schuldenaar. Wat komt daarbij kijken? Welke regels zijn we van toepassing? Dus daar zit die aansluiting met de praktijk door het lage rechtspraak te gebruiken en uitlokken van commentaar. En als mensen niet commentaar hebben, is ook goed. Maar meer dan dat weet ik niet. Ik heb nooit, als laatste aanvulling, nooit de aandrang gehad om met anderen, zoals wij nu hier zitten, te praten of bepaalde teksten wel voldoende op praktijk zijn aangesloten. Je kunt natuurlijk een clubje curatoren die dan hier een paar middagen komt of ik ga daar naartoe en dat je dat gaat doorexerceren. Dat heb ik niet gedaan, omdat je hebt wel een werkdiscipline nodig. Je moet je grenzen kennen, wat je kunt gebruiken. Want die boeken die zijn al 300 pagina's, of 200 of 400. Het mag niet te veel uitdijen. En ik wil graag over 6 maanden weer met een nieuwe editie de bewerking. En 6 maanden daarna weer een nieuwe editie.